Een voorzitter ben je niet alleen maar van 9 tot 5. Maar ook op 7:10 ochtends. En we gaan zo op de Randstad Tour. En we moeten nog even de laatste dingetjes doen. En dat betekent mensen aansturen. Chris is zo op kantoor. Ik zal hem zo even bellen. Om nog even te delegeren. Oh. Vloggers eten altijd rijstwafels met sambal en zo. En vogelzaad. Dat ga ik niet doen. Het meest voor de hand liggende wat een voorzitter eigenlijk doet, is de agenda opstellen voor de vergaderingen. En dat doe ik altijd aan de hand van de jaarplanning en aan de notulen van de vorige vergaderingen. En aan wat er die week op ons pad is gekomen. Welkom in het voorzittershoekje. Het is normaal wat rommeliger. Mijn externe ruimte het soms even voor me op. Ik wacht nu tot iemand online komt, want ik heb zo een Skype-vergadering met een bedrijf over een lezing. Dus we moeten nog even de details doorspreken. Dus daar wacht ik nu op. Een mythe die ik eigenlijk eigenhandig de wereld in heb geholpen is dat voorzitters niks zelf doen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mam, kan je dit nog even doen? Kie, kan je dit nog even voor me doen? En Bruce, kan je die bank even door de midden zagen voor me? Meneer, kunt u dit nog even doen? Mensen vinden altijd dat ik te veel op mijn telefoon zit. Dat het lijkt dat ik niks doe. Maar ik doe alles op mijn telefoon. Ik maak de agenda eigenlijk altijd al op de telefoon. Ik stuur mensen aan via de telefoon. Heel veel WhatsApp, heel veel mail. Ik doe Snapchat van Kik, de Instagram. Ik doe eigenlijk alles op mijn telefoon. Ja, mensen die dat niet geloven, die daag ik uit om een halve dag mijn telefoon over te nemen.